Nou, welkom allemaal weer bij weer een keer een vergadering. De bestuursvergadering van de plattelandsjongeren op Goeree Overflakkee had er normaal gesproken toch echt veel gezelliger uitgezien. Pratend over de schuurfeesten die ze normaal organiseren op het eiland. Vanwege het coronavirus ligt alles stil. En dat is een groot gemis voor de jongeren op het eiland. Nou, ik denk dat het voor elke Vlakkenaar wel het feest is van het eiland. Schuurfeesten, ja, dat zijn gewoon de leukste feesten van het jaar. Dat is gewoon iedereen met elkaar, iedereen gezellig bij elkaar. Dus ik denk dat het wel een van de belangrijkste feesten is. Dus, dat is gewoon een groot gemis. Naast de schuurfeesten organiseren ze ook agrarische informatiemiddagen en andere kleine evenementen. De voorzitter van de Plattelandsjongeren hoopt dat er dit jaar toch nog wel iets mogelijk moet zijn. Ja, de ideeën zijn er genoeg. Alleen het probleem is een beetje van wat kan binnen de regels. Daar proberen we een beetje een tussenweg in te zoeken van joh, wat kunnen we doen? Wat is te organiseren? Voorlopig dus geen feestje voor de jongeren op het eiland. Dan maar hard aan het werk buiten.